Er worden opnieuw veel meer patiënten met corona opgenomen op intensieve zorg in de ziekenhuizen. Bij de gasthuiszusters in Antwerpen kunnen ze de toevloed voorlopig nog aan, maar stellen ze zich ook de morele vraag of het nog verantwoord is bedden te reserveren uniek voor COVID-patiënten. Stel dat uw capaciteit echt beperkt is en het enige resterende bed dat u nog ter beschikking hebt is juist een van die gereserveerde COVID-bedden en er staat een ander dringend acuut geval, ja, dan gaan we dat opnemen en in dat COVID-bed leggen. Dat is denk ik vrij evident. Hè. Ik kan ethisch moeilijk verantwoorden om dat niet te doen. Ook die patiënt heeft zorg nodig, dus dan gaan we dat ook doen. Geen absolute voorrang meer voor coronapatiënten, maar evenzeer aandacht voor mensen met andere dringende aandoeningen. Bij het UZ in Gent denken ze daar zelfs nog radicaler over. Voor wie trouwens zou denken dat de intensieve zorg nu vol ligt met niet-gevaccineerden, dat klopt niet langer. Bij ons op dit moment zien wij toch wel een grote meerderheid zogenaamde doorbraakinfecties. Hè. Dat is anders dan een aantal weken geleden, hè, toen wij inderdaad een meerderheid niet-gevaccineerde patiënten op intensieve hadden. Op dit moment is dat niet meer zo. De patiënten die wij in GZA nu op intensieve hebben liggen, ik heb het gisteren nog nagekeken, die zijn eigenlijk allemaal gevaccineerd. Het gaat veelal om mensen met andere onderliggende aandoeningen wiens immuunsysteem vaak al verzwakt is. De gemiddelde leeftijd van die patiënten met doorbraakinfecties bij GZA ligt tussen de 55 en 60 jaar. Bonhoeffer, ik kom van Doren, daar is de voorzet. Daar nu loopt Willem in de schietkant. Willem scoort 2-1. Zijn we er toch ingetuigd?